Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van kut van Pokémon Colosseum, Grand Jazeker. Colosseum met Nanowing. Jazeker. Nee, Lagering. Oh, Lagering. Ja, nou ja, deze gaat even fout. Weet je, bij jou gaat die fout, bij mij gaat die fout. Bij ons gaat die allebei fout. Ja, nou ja, het ging ook bij Venus fout. Net zoals dat ik dacht dat ze Suicune had en toen kwam jij met, oh, volgens mij heeft ze een Reggie. Ja, zo met, Reggie. Ik denk Reggie Steel, wat denk jij? Ik denk Reggie Ice. Oeh. Ik denk dat Steel. Je weet het, over 17 afleveringen. Ja, dat is waar. Of 18. Of 18. Je weet het maar nooit. Never. Never ever. Nou ja, wat is nu het plan, Milan? Nu is het plan revives kopen en misschien wat tactischer spelen met hypnosis en zo. Oh ja, trouwens, ik heb net mijn hypnose Pokémon geboxt, volgens mij. Ja. Nice. Dus dat wordt niet tactisch spelen met hypnosis, maar misschien wordt wel met Thunder Wave. Ik weet niet, heeft jouw Ampharos Thunder Wave dan? Ik denk het. We gaan zo even checken. Even checking. Checking the wave. Ja. Maar je hebt dus je Noctowl heb je gewisseld voor een Laron. Dat klopt, ja. Nou, die kan nog wel enigszins handig zijn. Betere defense. Misschien vermoeiend. Misschien een betere muur tegen de. En dan moet ik weer even de naam zoeken. Tegen de Benet. Mm-hmm. Ah, ik ben nu die. Ik heb nu Pokémon Go opgestart. Nice thing. Je moet iets van 42. Van die curveballen gewoon. Ja, ja die, dat is niet zo moeilijk. Als je eventjes gaat rondlopen, heb je dat zo gedaan. Maar je krijgt dus bij elke keer, bij al die curveball challenges, krijg je een Solosis. Oh, oké. Nee, in principe hoef ik die niet, want die is alleen maar goed voor in de Great League en in de Ultra, volgens mij. Maar voor raids is die niet handig. Dacht ik dan tenminste. Dat zou best kunnen. Even kijken. En ik wil even zoeken, want de Galarian Slowpoke die even weer. Oh, Gardevoir leert hypnosis. Oké, dat is wel handig. Weet wel dat. Jezus, ze hebben Draining Kiss echt heel erg geboost. Dat het 90 accuracy heeft, hypnosis. Nou ja, dat weet ik. Oh, dat is wel een moeilijke keuze. 60 accuracy. 60 zelfs? Ja. Nou, dat is nog erger. Wat doen we? Ja, ik zou in principe niet doen, want ik vind Calm Mind veel beter. Ja, maar je kan in deze game wel heel slecht setupen, zeg maar. Ja, oké, maar ik denk dat je vaker hypnosis gaat missen dan dat je hem gaat raken. Oké. Het is gewoon. Ja, we hebben wel Thunder Wave, zie je? Ja. Oké, nou ja, dan kan je dat gaan spammen. Ik denk, zij gaat voor het track, dan ga jij voor het af, toch? Ja. Even kijken. Oh, ik dacht. Dat. Oh ja, ja. Ga jij maar eerst. Ah, oké. Ik denk dat ik wel nog ga proberen in de under zometeen, als ik revives ga kopen, om ook daar even te saven. Zodat ik niet elke keer die kut battles hoef te doen. Je kan wel saven, dat heb ik daar gezien. Ja, dat is waar. Meestal als je de, gebruik ik dan de F-disc om dan in de Colosseum gebeuren te gaan, maar dan moet je ook weer terug en dan moet je weer de machine gebruiken voor de R-disc. Ja, kijk, dit is de techniek inderdaad. Yes. Om de trainer niet te doen. Ja, wat ik wilde zeggen was, nou, ik heb nog een Galarian Slowpoke en ik dacht, oh, nu spannen allemaal Psychic types. Dan kan ik Galarian Slowbro of Slowking maken. Was het niet zo dat ik al Galarian Slowking heb? Ik moet alleen nog Galarian Slowbro, maar daarvoor moet ik 30 Poison types vangen. Ah. Dus ja, dat. Ik heb wel sinds vandaag een Surfetched. Ja? Ja. Holy crap. Hoe heb je heel veel van die research van die Excellent Frozen gevonden dan? Nee, je moet gewoon hem als buddy en dan gewoon 10 keer een excellent throw doen. Oh, might be. Dus dat valt best mee. Oh, ik kan helemaal niks kopen.
Je kan er één kopen. Yeah. Kut. Ik ben haast bang dat we gewoon tussendoor even moet gaan grinden. I don't like the grinding. Ah, je bent er wel aan. Dan zet je gewoon een video aan tussendoor en dan druk je gewoon op A. Daar heb ik toch allemaal geen tijd voor, Nandowing. Nandowing. Kut. Ja, ik weet het ook niet, man. Het is niet zo... Wacht, je kan dan met speedknopping. Wacht, wat? Ja, je kan volgens mij met de emulator kan je ook de speed omhoog gooien. Ik weet niet of dat met Dolphin kan. Jawel. Oh. Ik ga het even testen. Ik open even Grand Colosseum bij mij. En natuurlijk loopt die vast. Nice. Oké, hij start op. En dan ga ik even kijken, options. Even kijken hoor, want ik dacht dat je dat wel kon doen. Movie. Oké, okay, nu gaan we Pokémon Master Rank. Je kan sowieso frame skipping dan. Maar ik zie ook frame advance. Ik weet niet wat dat doet. Oh, frame advance, dat is de pauzeknop volgens mij, want nu doet hij niks meer. Oké, okay, Nandowing, we gaan nu jouw pro strategy gebruiken. Wat zijn mijn starting Pokémon, Heng? Om eerlijk te zijn, ik vond de lead die je net had gewoon perfect. Ja? Je kan één mon fake outen en de andere kan je kapot maken met een move. Kaparing. Heel kaparingmaking. Oké, okay, Venus begint vandaag met... Steelix af, net als net. Nou ja, dan weet je ook al gelijk hoe laat het is. Fake out op de Steelix en... Ja. En dan triple axel op de Venusaur. En dan die beurt daarna... Misschien Ice Shard op de Venusaur. Dan ben je wel in ieder geval sneller. Dat is waar. Dus fake out op de Steelix, triple axel op de Venusaur. Flinch je de stalen licks. De stalen ballen licks. En het track komt waarschijnlijk op de Sneasel. Ja. Ja. En dan triple axel raakt. Juist. Oké. Okay. Steelix flinch. Ja, Ice Shard op de Venusaur. En dan... Triple kick op de Steelix, denk ik dan. Je kunt ook Mach Punch kunnen doen, dat is wel priority, toch? Ja, klopt, maar dat doet minder damage. Ja. Oh, wow. Sad. Ik dacht misschien Miss. Dat het nog net... Maar hij gaat toch de Sludge Bomb op de... Oh, leeft, nice. En dat doet... Als hij nu Earthquake gaat doen, dan killt hij in ieder geval zijn eigen Venusaur. Dat is waar. Ah, oh, dit Iron Tail. Doe op de Sneasel. Ja, wat een poepie scheetzak. Een poepie scheetzak in de eerste. Ja. Blaziken. Ja. Aura Spear op de Steelix. En dan Mach Punch op de Venusaur. Het is not very effective, maar misschien dat het net genoeg damage doet. Ja. Juist. Venusaur is gone. Dan, het enige waar we nu bang voor moeten zijn is Earthquake. Nee, maar je bent toch sneller? Dat hoop ik. En je bent nu level up sowieso? Oké, ik ben sneller. En je hebt al damage gedaan op de Steelix? Hij is dood. Nice. Dit maakt hem. Een of andere rare kutvrijheidsvlieging is zo bij mijn monitor de hele tijd. Ga weg! Oké. Ik denk dan... Oude sfeer op de Delcatty? Ja. En... Triple axel Bampros. Ja. Nou, dit zal misschien niet one-shotten. Nee. Helaas. Attract, oké. Niet op de Hypnotop, please. Oké. Triple Axel raakt.
Crit? Nice. Oh, kijk, dit is wat we nodig hebben. We got this, boy. We got this, man. Dit is Dit is wat minder, maar... Er komt nu zijn Ampharos. Nee, oh, die was net dood. Ja, nou, die is net dood gegaan. Oké. Ja. Ja, ik of dat, of Heatwave, of ja. Blaze Kick. Ja. En dan Mach Punch op de Delcatty. Oh. Oké, okay, dat is spijtig. Dat is wel helemaal spijtig. Dit zal wel paupers veel damage doen. Ja. Ik ben bang dat de Blaziken het niet overleeft. Ik denk dat hij op Blaziken gaat focussen, ja. Oké. Okay. Dan denk ik Ampharos. Oké, sowieso met Hypnotop gewoon Mach Punch op die Delcatty, want je hebt toch priority. Weet je gelijk waar je staat. En dan... Of Thunder Wave op Benet of Thunderbolt op Benet. Dan toch even wat... Ja, dan heb je toch wat damage gedaan. Maat! Jongen. Nu maakt hij het wel zuur hoor, met die Attract. Die Delcatty moet gewoon dood. Overleeft hij? Dat doet best veel damage. Oké. Anders even een potion of zoiets. Ik weet niet, heb je... Ik heb wel een paralyzed heal. Ja. Maar goed. Dan kunnen we een paralyzed healen en Mach Punch. Dus in ieder geval Delcatty dood. Dat is waar, oké. Ja, doe dat maar dan. Dan zijn we van dat gezeur gelijk af. Precies. Dus wel, ja, Ampharos heb je dan nu niet meer, maar... Ik weet niet, wil je die Reggie Ice gaan vangen? Of Reggie Steel? Ik denk dat we meer kans hebben als we hem vangen. Denk je niet? Ik weet niet. Oh ja, Blaziken is er niet meer, dus... Ja, Reggie Ice. Ja, maar Fighting heb ik nog wel. Ik heb Hypnotop nog. Ah ja, dat is waar. Dus ik kan kijken of ik Triple Kick kan hitten. En als hij dan nog een paar HP hebt, kan ik even een Pokeball gooien. Die Benet moet je wel moet je ook wel een beetje gaan uitschakelen, want... Ik denk Laron, want Gardevoir is zwak tegen die Ghost Moves. Laron resist in ieder geval de Ice Moves van Reggie Ice. Ik zou Iron Head op de Benet. Op de Benet. Dan, Triple Kick op de Red Jij zei Triple Kick, toch? Ja, ik weet niet of je dat overleeft, maar... Ah, boeien. Ik wil nu gewoon die battle winnen. Ja, snap je. Ah, dat is zuur. What the fuck? Hoe dan? Echt, hoe dan? Dit wordt nog lastig. Ja. En je hebt nog een revive. Ja. Amnesia. Oké. Ik hoop dat het veel doet. Nee. En het leeft de leftovers. Ja, ik denk met Laron dan zijn beurt gaan reviven. Want die doet toch niet zo heel veel damage tegen... Hypnotop dan? Of Blaziken? Ja, ik denk Hypnotop. Hypnotop die kan wel wat meer teken. Mm-hmm. En dan met de Gardevoir... Ja, ik denk misschien Draining Kiss. Want als je dan iets overleeft, dan kan je weer restoren. Op de Benet dan? Ja. Ah, je bent sneller. Nou ja... Oh, dat deed wel redelijk wat damage. Ja. Nou, je bent sowieso sneller. Dus als jij deze beurt overleeft met de Gardevoir... Dat wordt nu lastig met Shadowclaw. Ja. Kut. In ieder geval met de Hypnotop dan verlaag je wel zijn attack. Dat is waar, door de Intimidate. Ja. Ik kan met Laron gewoon een potion gebruiken op Hypnotop. Ja.
Oké, dat ding heeft clear body, icicle spear. Nou ja, dat wordt ook verlaagd. Oh. Maar je hebt... Het, ding, het probleem is wel, je hebt alleen maar normale potions, zag ik. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, beter dan niet, I guess. Mm-hmm. Oh, je hebt er ook maar twee. En dan, ja... Het een, ja, triple X is het enige wat je kan gebruiken om die Benet te raken. Die Benet moet gewoon dood. Oké. Okay. Raak. Oh, oh. So close. Nee, dat ding gaat voor Ice Cold Spear op de mond op. Ik heb nog een revive. Kan inderdaad. Ja, ik denk misschien dat het nu wel handig is. Ik denk dat je hier gewoon de battle wil winnen. Mm-hmm. Ik zou dan nog een keer helemaal top. Dan heeft die Benet nog een intimidate op zijn kop gehad. Dan doet die body slam ook wat minder veel damage. Dan komt hij met ja, body slam. Moet op Laron, want dat zou niet op de mond op. Dat kan toch niet? Dat is vals spelen. Ah, kak. Nu wordt het wel een beetje pijnlijk. Ja, maar hij zou het toch niet eens op Hippontop moeten kunnen? Volgens mij kan dat wel. Want in principe dan zit hij te focussen op de tweede slot. Ja, maar er was geen tweede slot. In de AI, in deze game, zijn hoofd wel. Ja, nu is er geen revive meer. Ik zou zeggen Rock Slide. Dan raak je ze allebei. Nee, als die Benet doodgaat... Ik zie wel mogelijkheden, als ik eerlijk ben. Ja. Ja, het kan nog. Zolang die Regi Ice geen boost krijgt. Oké, Iron Head. Nee. Kutzooi, die Iron Head doet niet genoeg om die Benet te killen. Ik denk dat het voorbij is, maat. Die leftovers, dat hield te veel. Mm-hmm. Ja, ik ben echt bang dat je voor de grind moet gaan. Eén grinden. Nee. En ik ga kijken of we een speedknop of zoiets hebben. Controller, nee. Hotkeys. Kijk, ik heb hier een Increase Emulation Speed knop. Kijken. En dan... Ok. Kijken of dat werkt. Een lastig verhaal, jongens en meisjes. Ja. Oké. Het goede nieuws is, ik heb gevonden hoe je in ieder geval je emulator kan speeden voor het grinden. Oké. Ik kan hem zo even doorgeven. Maar we doen onscreen of offscreen grinden? Wat jij wil, het is jouw serie natuurlijk. Dat is waar. Hebben we wel gewoon afleveringen, anders moeten we nu stoppen. Ja, oké. Okay. Wat is de speedknop? Ik ga naar... als je dat andere Dolphin minuutje hebt... bij options... dan heb je een optie voor hotkey settings. Nee. En dan heb je bij het tweede rijtje... dan heb je decrease emulation speed... en increase emulation speed. Nou, en als je hem increased... dan wordt hij sneller. En dan moet je even een hotkey kiezen... op je toetsenbord eventueel. Ik neem aan dat je op controller speelt. Ja. En dan doe je voor beide even een hotkey. En dan gebruik je dat dan voor de battles. Oké. Oh ja. Kijk, dan gaan we gelijk een stukje omhoog. Oké, dat werkt wel. Nou, goed toch. Meteen tegen hamer vechten, toch? Ja, kan. Dan heb je gelijk weer wat extra experience.
kan je ook gelijk wennen aan hoe het is om de game in keer 2 speed te spelen. Ja. Ik ben nou al een fan. Nice. Oké, okay, make an excellent throw. Oké. Okay. Dan moet hij niet bewegen, maat. Hij doet het al. Ja, fuck. Nu miste ik de excellent throw. Plus for 3. Deze is meh. Ik zoek een Pokémon die ik kan vangen. Er spannen eigenlijk weinig psychic types bij mij. Ja? Ik ja. Alleen maar Gotita's en ik heb 1 Execute op dit moment en een Pantsier. What the fuck? Heftig. Oh, wacht. Heel even saving. Saving the gaming. Ga je hier trainen? Nee, trainen bij Mount Battle, toch? Ja, dat lijkt mij het verstandigst. En dan heb je geen revives nodig zometeen. En misschien dat je nog leuke items kan kopen met de points die je krijgt. Wie weet. Hoppakee. Hoppakeetje. Ja. Nou ja, het is even niet anders. Maar goed, in de base game. Oh, ik zou continue challenge? Doen. Ik zou continue. Oh. Nee! Kut. Door de speed knopping. Nah. Ik ben zo hard geniding. Ja, nu kan je niet meer. Als je continue nu doet, dan begin je weer hier. Kut. Nee, ik heb gesaved. Wacht. Ik kan gewoon restarten, toch? Ctrl R. Ik weet niet of dat werkt. Nee, ik doe hem gewoon eventjes opnieuw de emulatie. Kan jij het trouwens nu nog zien, nee, hè? Jawel. Oh, nice. Hij schakelt dan... Ik ben zo slimpy. Yes, yes. Hij schakelt hem dan gelijk naar de... Naar de andere... Dolphin emulator. Ik ben zo blij dat ik net van tevoren gesaved heb. Ja. En als je bij 0 begint, dan word ik wel heel pissig. Want in principe heb je er al 10 gedaan, toch? Mhm. En volgens mij werkt het zo dat je gewoon dan weer vanaf 10 kan beginnen. En anders word ik ook pissig. Oké, okay, rustig. Nee, ja. Oh. Nee, telt het niet mee. Wow. Dus het was niet nodig. Kut. Nou ja, heel veel maakt het niet uit. Heel veel tijd hebben we hier niet aan verspild. Excellent throw. Juist! Ik heb hem! Lekker, man. Trouwens, was jij diegene waar die niet wist wat de... Die ene... Nou, fuck. Ik weet even niet meer hoe die gasten... Van die critical meme van... Yes, we got him! Was jij diegene die hem niet kende? Ik weet even niet waar het nu over gaat. Nou, ik... Ik had het met iemand over van die critical meme. Oh yes, we got him. En die persoon die wist niet wat dat was. Maar ik weet even niet meer wie diegene was. Nee, ik heb geen idee waar het over gaat. Yes, we got him. Kijk, critical. Oh, waarschijnlijk was het mooiste critical dan. Nee, dit is allemaal celebrating. Misschien waarom heeft iedereen alleen maar Dustalks? Nou, normaal gesproken hebben ze geen Dustalks. Ik heb nu 3 trainers achter elkaar die alleen maar Dustalks hebben. Oh jee. En ze killen zichzelf allemaal met Momento. Dan heeft hij maar een battle aangepast zodat je heel makkelijk kan grinden. Ah. What the frick? ik zou hier blij mee zijn. Oké, nou dan ben ik wel. Hier heb je trouwens die, ik weet niet of jij het was, maar hier heb je de critical meme. Yeah baby, that's what I've been waiting for. Oh, die wordt wel eens gebruikt in andere memes. Ja. Klopt, die ken ik wel.
Volgens mij was dat degene die ik wilde gebruiken een keer. Of nou ja, die bedoelde ik in ieder geval met iets. Ik weet niet of jij die persoon was hoor. Ik denk het niet, want ik weet helemaal niet waar het over gaat. Kut. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.